De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, kan niet alleen zorg dragen voor de duurzaamheid van ons bos. Directeur Stanley Batterson vindt dat elke betrokkenen, maar ook de totale samenleving hieraan moet bijdragen. In het kader van de Internationale Dag van de Bossen, die morgen wordt herdacht, zegt hij dat de wet bosbeheer sterk in stand moet worden gehouden. Want alleen op die manier kan het werk van SBB makkelijker uitgevoerd worden. Als de gemeenschap samen met ons werkt, als de gemeenschap beter gaat begrijpen waar het over gaat, wanneer wij praten over bosbeheer, waarom wij de wet bosbeheer zo hard in stand houden, dan zal het werk voor ons allemaal makkelijker zijn. En misschien hebben we daar helemaal geen technische hulpmiddelen meer nodig, maar dat de gemeenschap vanzelf zich aan de regels zal houden. Batterson zegt dat het werk van SBB niet bedoeld is om ondernemers of de gemeenschap onaangenaam te zijn. Hij benadrukt dat het erom gaat dat we ons bos moeten behouden. Wij willen niet over 100 jaar, op 21 maart zeggen, Suriname had bos. Dat willen wij niet zeggen. Wij willen misschien over 100 jaar, 21 maart, zien dat we misschien nog 93% hebben. Of het realistisch is, weet ik niet. Maar dat wij toch nog het meest beboste land ter wereld moeten kunnen zijn over 100 jaar. En daaraan levert u op bijdrage en uw kinderen die na u zullen komen. Want over 100 jaar denk ik niet dat wij nog hier zitten. Tot zover directeur Stanley Batterson van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. Op de Internationale Dag van de Bossen wordt er aandacht gevraagd voor elk type bos. De Verenigde Naties geeft als tip: plant een boom.